Ik ben Jeroen van Kraanbroek van de faculteit Letteren en ik wil jullie vandaag in mijn Junior College vertellen dat er ook onzichtbare woorden en zinnen bestaan. Kom jullie luisteren? We gaan het college beginnen vandaag met een praktische mededeling. Jullie weten allemaal al intussen dat dit college door mij gegeven wordt, door Jeroen van Kraanbroek. Wat jullie niet weten is dat er nog een tweede docent aanwezig zal zijn. Uh, professor Kyle Johnson van de University of Am uh, Massachusetts in Amherst. Een, een bekende taalkundige die heel veel weet over onzichtbare taal. En, um, een belangrijk uh, professor. Um, hij staat hier naast mij. Ja, de, uh, ik zie dat hij ook geen kleren aan heeft. Hij ziet er dus eigenlijk zo uit. Uh, het, is, het is een heel vriendelijk aardig man. Uh, hij is wel onzichtbaar. Uh, dus dat is eigenlijk het enige. Um, maar voor de rest prima docent en je gaat er ook heel veel van leren. Nu, op dit moment kan je twee dingen denken. Je kan denken van uh, die van Kraanbroek die is niet goed bij zijn hoofd, want die ziet onzichtbare mensen. Uh, kan ik deze video zo snel mogelijk terug uitzetten. Of je zou kunnen denken, die van Kraanbroek die is best cool, die heeft onzichtbare vrienden. Misschien moet ik deze video downloaden en zien dat ik hem zeker bewaar. Alleen op dit moment weten we het eigenlijk niet. We weten niet of er hier naast mij nu een onzichtbare professor staat of niet. Dus We moeten eerst even een spel spelen. Het spel zoek de onzichtbare professor. Stel dat we ernstig nemen de hypothese dat hier iemand naast mij staat die je verder niet kan zien. Hoe zouden we dan te weten kunnen komen of dat zo is of niet? Of die hypothese juist is of niet? Nou ja, je zou er kunnen tegen praten, natuurlijk. Als dat een gewone professor is, waarvan het enige rare daaraan is dat je hem niet kan zien, dan moet je er tegen kunnen praten en dan moet hij antwoorden. Of je zou hem kunnen aanraken... Als die niet zichtbaar is, dan is die nog altijd wel tastbaar en dan zou je moeten kunnen voelen, staat hier een professor ja of nee. Of je zou kunnen vragen om iets op te tillen, als je zegt, til deze, deze waterfles op, dan zou die fles omhoog moeten gaan. Of je zou kunnen vragen om iets te verschuiven, Verschuif die stoel of die tafel en dan moet die, die tafel verschuiven. Al die tests die we hier aan het toepassen zijn, dat zijn eigenlijk allemaal vormen van indirecte evidentie. Onze, onze directe waarneming, onze ogen, ons zicht is uitgeschakeld, want ik heb gezegd deze persoon is onzichtbaar. En dus moeten we vertrouwen op indirecte manieren om te weten te komen of hier iemand staat. En dan kan het twee kanten op gaan. Stel dat je begint te praten tegen deze vlek hier en dat je antwoord krijgt. En stel dat je hierheen komt in deze aula en je voelt en je voelt hier inderdaad een persoon. En je vraagt til dat flesje op en dat flesje gaat inderdaad de hoogte in. Hoe meer van die indirecte evidentie er komt, hoe meer je overtuigd gaat zijn dat hier inderdaad iemand staat. Ook al zie je hem niet, hier moet blijkbaar iemand zijn. De andere optie is dat je zegt, ik wil er tegen praten en dat ik zeg ja, maar professor Johnson is al hees vandaag, dus hij kan niks zeggen. En dat je zegt, til dat flesje is op, en ik zeg, ja, maar professor Johnson heeft zijn arm pijn gedaan, zij dus kan geen flesje optillen. En je wil hem aanraken, en ik zeg, nee, professor Johnson is nogal op zijn persoonlijke sfeer, privacy, gericht, dus die wil niet aangeraakt worden. Hoe meer van dat soort excuses ik moet bedenken, hoe meer je ervan overtuigd bent dat hier helemaal geen persoon staat. Dat is indirecte evidentie. Nu, dit is geen college over onzichtbare mensen, maar wel over onzichtbare taal. Dus laten we de overstap maken naar taal um, en ons afvragen, kan taal onzichtbaar zijn? Um, eerst moeten we ons afvragen, wat is taal eigenlijk? He? Wat bedoelen we daarmee met onzichtbare taal? We, ja, over wat taal is, daar kunnen we een heel college over vullen. Laten we het simpel houden. Taal is woorden en zinnen. Zeg maar, ja? En dus wat is dan onzichtbare taal? Dat zijn onzichtbare woorden en zinnen. Dat is nog niet heel erg duidelijk. Laten we er een voorbeeld bij halen om, om, om te zien welke richting dat zou kunnen uitgaan. Hier is een, een zinnetje van het Nederlands. Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik weet welke gedichten. Als we eens nadenken over wat die zin betekent, in de betekenis van die zin zit eigenlijk nog wat extra informatie die in die zin niet in zit. Hier staat de betekenis van die zin in twee. Die, die zin betekent, Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik weet welke gedichten Emma gelezen heeft. Die drie woorden Emma gelezen heeft, die horen eigenlijk bij de betekenis van die zin. Nu, over dit soort zinnen zouden we nu twee hypotheses kunnen opstellen. De eerste is denk ik de meest voor de hand liggende intuïtieve, normale hypothese, waarbij je zegt, onzichtbare taal bestaat niet. Punt. En die zin is gewoon wat hij is. Emma heeft een aantal gedichten gelezen, en ik weet welke gedichten, punt, daar houdt die zin op. De tweede hypothese. Die zegt, nee, onze taal kan ook onzichtbaar zijn. En die zin is eigenlijk net iets langer. Eigenlijk staat er: Emma heeft een aantal gedichten gelezen, en ik weet welke gedichten Emma gelezen heeft. Er staan nog drie woorden bij. Die drie woorden hoor ik niet, die drie woorden zie ik niet, die drie woorden spreek ik niet uit, maar die zijn daar wel. Net zoals de onzichtbare professor die naast mij staat. Een andere manier om dit te zeggen is, die eerste, onder de eerste hypothese bestaat die zin uit elf woorden. Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik weet welke gedichten. Onder de tweede hypothese bestaat die zin uit veertien woorden. De elf woorden die ik net genoemd heb en nog drie onzichtbare woorden. Het is alsof je een extreme vorm van fluisteren toepast. Je fluistert zo hard dat je de woorden niet meer hoort. Nu, die tweede hypothese dat lijkt op het eerste gezicht een heel malle hypothese. Toen ik, hem, toen ik gisteren tegen mijn negenjarige zoon zei dat ik een college ging geven over onzichtbare woorden, zei hij dat is heel onnozel. Je kan evengoed een wit blad laten zien en zeggen dat dit staat vol onzichtbare woorden. En hij heeft gelijk natuurlijk. Hoe kan je onzichtbare taal zien? Wel, net op dezelfde manier als we onzichtbare professoren kunnen zien, namelijk door indirecte evidentie. Maar je begrijpt dat dat indirecte evidentie van een andere aard zal moeten zijn. We kunnen onzichtbare woorden niet laten spreken, we kunnen ze niet aanraken, we kunnen niet vragen dat ze iets optillen of iets verschuiven. Dus we gaan een andere soort van indirecte evidentie moeten uh, erbij halen om te argumenteren of te bestuderen of daar onzichtbare woorden staan. En in dit college wil ik jullie twee vormen van indirecte evidentie... Uh, uh, Laten zien, die inderdaad suggereren dat daar onzichtbare woorden zitten in dat voorbeeld dat we gezien hebben. Um, laten we even teruggaan naar onze twee hypotheses. Uh, bij de start van ons eerste soort van indirecte evidentie. Hier staan ze weer. Hypothese 1. Herinner je die zegt. What you see is what you get. Die zin is gewoon wat hij is en die stopt bij de punt. Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik weet welke gedichten. Die tweede hypothese die zegt nee, die zin gaat nog net iets verder. Daar zitten nog drie woorden in, namelijk Emma gelezen heeft. Nu, als je zo'n hypothese stelt, dan moet je die ook ernstig nemen. Zoals daarnet bij die onzichtbare professor, als ik zeg hier staat iemand. En we nemen dat ernstig, dan betekent dat dat ik die persoon moet kunnen aanraken, dat ik met die persoon moet kunnen spreken, dat die persoon eigenlijk zich als een normale persoon gedraagt, behalve het feit dat hij onzichtbaar is. Als ik die hypothese twee ernstig neem, dan betekent dat dat ik ervan uitga dat er drie woorden staan, uh, ook al zien, zie ik die niet, maar die moeten zich verder gedragen zoals drie, drie woorden zich normaal zouden gedragen. En dat maakt het interessant, want dan kunnen we gaan testen of onze hypothese op het goede spoor zit of niet. Je ziet dat ik in deze voorbeelden een stukje van het voorbeeld tussen vierkante haken heb gezet. In hypothese 1 is dat welke gedichten. In hypothese 2 is dat ook welke gedichten, maar die drie onzichtbare woorden zitten daar ook bij. Wat nu interessant is, is dat dat stukje dat tussen haken staat van een andere aard is in hypothese 1 en hypothese 2. In het eerste geval is dat een naamwoordelijke constituent, in het tweede geval een zin. Dat is nog iets te snel. Laten we eens stap voor stap bekijken wat dat zijn naamwoordelijke constituenten en zinnen en dan keren we terug naar de hypothese. Naamwoordelijke constituenten, dat heb je misschien al bij de les Nederlands gezien, maar hier is een mogelijke definitie daarvan. Een naamwoordelijke constituent is een woordgroep die bestaat uit een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld boom als kern, met eventueel één of meer begeleidende elementen daarbij. Dat is een hele mondvol. Laten we dat eens stap voor stap bekijken. Het is een woordgroep. Woordgroep dat wil zeggen een groep van woorden die bij elkaar horen. Een groep van woorden die een eenheid vormt. Daar zit een kern in. Eén van de woorden is belangrijker dan de andere. Waarom is die belangrijker dan de andere? Omdat die de kernbetekenis van het geheel uitdrukt. Dat is eigenlijk waar de meeste of de meest belangrijke betekenis van het geheel zit. En die kern dat is een zelfstandig naamwoord. Het kan ook een zelfstandig voornaamwoord zijn, maar dat laten we vandaag even buiten beschouwing. Een zelfstandig naamwoord, zoals boom, of appel, of tante, of nonkel, dat zijn woorden die de kern vormen van een naamwoordelijke constituent. En dan kunnen er nog eventueel één of meer extra elementen bij, begeleidende elementen. Goed, dat is misschien nog niet helemaal duidelijk. Laten we wat voorbeelden erbij halen. Dit hier is bijvoorbeeld een naamwoordelijke constituent. Dit is de simpelste en kleinste naamwoordelijke constituent die je kan hebben. Uh, die bestaat alleen maar uit een zelfstandig naamwoord. Dat is een groep van woorden, een minuscuul kleine groep van woorden, want er zit er maar eentje in. Daar zit een kern in. Die kern is een zelfstandig naamwoord en die drukt de belangrijkste betekenis uit. Dit hier is ook een naamwoordelijke constituent, de vrouw. Nu is er een lidwoord bijgekomen. We hebben nog steeds een woord dat de kern is, een zelfstandig naamwoord. Vrouw drukt de kernbetekenis uit, maar nu is er een element bijgekomen. Hier dat uitstekende plan. Nu is er een aanwijzend voornaamwoord en een bijvoeglijk naamwoord bijgekomen. Broeken met brede pijpen. Eh, opnieuw, wat is de kern van, dit, van deze woordgroep, van dit groepje van woorden? Dat is broeken. Broeken met brede pijpen zijn een soort broeken. Dus broeken is de kernbetekenis. En daar komt nog extra informatie bij, bijvoorbeeld in dit geval met brede pijpen. Elke banaan, opnieuw, banaan is de kern en elke is een onbepaald voornaamwoord dat daarbij hoort. Dit hier is ook een naamwoordelijke constituent. Een uitstekend stukje kriekentaart met slagroom dat gisteren door Kevin is bereid. Dat is een hele grote naamwoordelijke constituent, maar opnieuw, daar zit één kern in. Een uitstekend stukje kriekentaart met slagroom dat gisteren door Kevin is bereid, is kriekentaart. Kriekentaart is de kernbetekenis van, um, van die naamwoordelijke constituent. En daar zitten nog allerlei extra elementen bij die die naamwoordelijke constituent een heel stuk groter maken. Dit hier. Welke gedichte is ook een naamwoordelijke constituent? Daar zit ook een zelfstandig naamwoord als kern in gedichten, en in dit geval staat er nog een vragend voornaamwoord bij, maar samen vormen die een naamwoordelijke constituent. Goed, nu hebben we daar een beetje een beeld van wat dat is een naamwoordelijke constituent. Nu gaan we naar zinnen. Opnieuw zinnen, daar kan je uren en uren over praten over wat dat is. We gaan het eenvoudig houden. Dit is een mogelijke definitie van een zin. Een zin is een verbinding van een onderwerp en een gezegde met eventueel één of meer begeleidende elementen erbij. Dus opnieuw, dat zijn termen waarvan ik vermoed dat je die bij Nederlands wel zal gezien hebben. Een onderwerp, een gezegde en dan kan er nog extra materiaal bij. Laten we weer wat voorbeelden geven. Kylie zingt, dat is bijvoorbeeld een zin. Kylie is het onderwerp, zingt is het werkwoordig gezegde, in dit geval zijn er geen extra elementen meer bij. Maar dat kan wel, bijvoorbeeld Kylie zingt heel luid. Dan komt er nog een bijwoordelijke bepaling van wijze bij, maar dat geheel vormt weer een zin. Je hebt een onderwerp, je hebt een gezegde en dan heb je nog extra elementen. Een zin hoeft geen mededeling te zijn. Vragen zijn ook zinnen. Waarom bakt Gertje een taart voor Samson? Gertje is het onderwerp, bakt is het werkwoordelijk gezegde. En dan staan er nog allerlei andere elementen bij, maar samen vormen die een zin. Ik denk dat Gert een, Gertje een taart voor Samson bakt. Ik is het onderwerp, denk is het werkwoordelijk gezegde. Dan staat er nog een, een groot leidend voorwerp bij en samen vormen die één zin. Dat groot leidend voorwerp is, is wel interessant, omdat dat zelf ook weer een zin is. Dat Gertje een taart voor Samson bakt, is ook weer een zin. Dus dat is een zin die in een zin zit, een bijzin. Maar kijk, daar zit ook weer een onderwerp in. Gertje, daar zit ook weer een gezegde in. Bakt en nog andere elementen. Een meewerkend voorwerp, een lijnd voorwerp, een voegwoord. Maar dat is dus een ingebedde zin of een bijzin. Zo'n bijzin kan ook een vraag zijn. Waarom Gertje een taart voor Samson bakt? Bijvoorbeeld in Ik vraag me af waarom Gertje een taart voor Samson bakt. En dit hier is ook een zin. Welke gedichten Emma gelezen heeft. Daar zit een onderwerp in, Emma. Daar zit een werkwoordelijk gezegde in, gelezen heeft. En daar zit nog een leidend voorwerp in, welke gedichten. En samen vormen die een zin. Terug naar onze twee hypotheses. Want die stukken die we daar tussen vierkante haken gezet hebben, dat zijn natuurlijk net de stukken die we nu besproken hebben in de. Um, uh, voorbij een slide. Welke gedichten? Daarvan hebben we gezegd dat is een naamwoordelijke constituent. Dat is een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern en daar nog een extra element bij. In dit geval het vragend voornaamwoord welke. Maar welke gedichten Emma gelezen heeft, dat is een zin. He, daar zit een onderwerp in. Emma een uh, werkwoordelijk gezegde gelezen heeft en dan nog een leidend voorwerp. Dit is wat ik bedoelde wanneer ik daarnet zei, we moeten die hypothese ernstig nemen. Als je echt beweert dat daar onzichtbare woorden staan, ja, dan gedragen die zich zoals zichtbare woorden en dan, maken die, eh, dan zorgen die ervoor dat dit een zin is en geen naamwoordelijke constituent. Nu wordt het interessant, want zinnen en aanwoordelijke constituenten verschillen van elkaar in een boel opzichten. En we kunnen die verschillen nu gaan gebruiken om te zien welke van die twee hypotheses op het juiste spoor zit, welke van die twee hypotheses de juiste voorspelling maakt. Laten we dit voorbeeld eens bekijken. Ik denk dat ik het antwoord weet. Dat is een gewone goede zin van het Nederlands. Het antwoord, merk op, dat is een naamwoordelijke constituent. Dat is een woordgroep bestaande uit twee woorden, met als belangrijkste woord als kern het zelfstandig naamwoord antwoord. Als ik een beetje begin te schuiven met de woordvolgorde, dan gaat het fout in deze zin. Ik denk dat ik weet het antwoord. Dat is geen goede zin. Dat is een rare zin. Daar is iets mis mee. Um ik denk dat ik weet waar Jan woont, dat is weer wel goed. Hè? Uh, merk op, waar Jan woont, dat is een zin. Daar zit een onderwerp in, Jan, daar zit een gezegde in, woont, en dan zit er nog een extra element in het plaatsobject, waar, en dat is een prima zin. Ook hier weer geldt, als ik wat begin te schuiven met de woordvolger, dan gaat het weer fout. Ik denk dat ik waar Jan woont weet, dat is een rare zin, daar zit iets niet goed aan. Hè? Merk op, die rare zinnen, daar heb ik zo'n sterretje voor gezet. Uh, ik wil even, voor we verder gaan met onze hypotheses, duidelijk maken wat we bedoelen met dat sterretje. Dus een kort intermezzo over rare zinnen, meer specifiek over wat we bedoelen als we een sterretje voor een zin zetten. Want zinnen kunnen op allerlei manieren en om allerlei redenen raar zijn. Dit hier bijvoorbeeld is een rare zin. De doofstomme kast sprak tegen de groene kleurloze kandelaar terwijl de trein wegvloeide. Dat is een hele rare zin. Maar als we eens nadenken. Waarom is die raar? Wel, kasten kunnen niet spreken, normaal gezien. Doofstomme kasten kunnen al helemaal niet spreken. Kandelaars kunnen niet tegelijkertijd groen en kleurloos zijn, treinen kunnen niet wegvloeien. Dat zijn allemaal redenen waarom die zin raar is. Nu merk op. Al die redenen die ik noem, die hebben met de betekenis van die zin te maken. Die zin is raar, omdat die een rare betekenis heeft. Ik zet allerlei woorden samen die qua betekenis eigenlijk totaal niet samengaan met elkaar. Groen en kleurloos, dat zijn twee woorden die qua betekenis niet met elkaar combineerbaar zijn. Uh, maar wat de grammatica van die zin betreft, de manier waarop die opgebouwd is, is er eigenlijk niks mis. De doofstomme kas sprak tegen de groene kleurloze kandelaar terwijl de trein wegvloeide. Dat is zoiets als de mooie man sprak tegen de rijke Amerikaanse vrouw terwijl het water wegvloeide. De structuur van die zin, de manier waarop die zin in elkaar zit, is eigenlijk prima in orde. Dus deze zin is raar omdat hij een rare betekenis heeft. Daar zetten we geen sterretje voor, daar gaan we zo'n een hekje, een hashtag voor zetten. Dit is ook een zin die raar is. Pedro is groter als mij. Uh, dit is een zin die je misschien ook in de lessen Nederlands gezien hebt, waarvan je leerkracht gezegd heeft dat die niet goed is, dat je dat niet mag zeggen. Uh, waarom is die niet goed? Uh, omdat we afgesproken hebben dat in het standaard Nederlands we zeggen Pedro is groter dan ik en niet Pedro is groter als mij. Nu, waarom moet je leerkracht Nederlands dat herhalen en, en erin stampen? En waarom uh, maken zoveel mensen die fout? Omdat er een heleboel variëteiten, varianten van het Nederlands zijn, dialecten, regiolecten, registers, waar dit wel een perfect normale zin is. Pedro is groter als mij, is in het Vlaams, zeg maar, het Verkavelingsvlaams of het regiolect van Vlaanderen, is dan een perfect normale zin. Dus dit is een zin die raar is om een andere reden dan die in 25. Het is niet omdat die een rare betekenis heeft. Deze is raar omdat hij in sommige varianten van het Nederlands goed is, oké okay is en in andere varianten van het Nederlands niet goed is. Om dat aan te geven, zetten we daar zo'n procentteken voor. Om aan te geven, die is in sommige variëteiten van het Nederlands goed en in andere variëteiten niet goed. Dit is ook een rare zin. Emma zei dat Wout dacht dat Hanna beweerd had dat Koen geloofde dat Janis riep dat Lies vertelde dat Julie ontkende dat Nienke begreep dat Sinterklaas niet bestaat. Opnieuw, een heel rare zin. Nu, waarom is die raar? Niet omdat hij een rare betekenis heeft. Het is niet dat ik woorden met elkaar combineer die normaal qua betekenis niet met elkaar combineerbaar zijn. Die is ook niet raar, omdat die goed is in het standaard Nederlands, maar slecht is in de dialecten van andersom. Die is even grammaticaal in alle variëteiten van het Nederlands. Die is raar, ja omdat die zo ingewikkeld is, hè? je kan je moeilijk een situatie indenken waarin je deze zin zou willen gebruiken. En zelfs als je je in een situatie bevindt waarin dit de exacte zin is die je wil gebruiken, tegen de tijd dat je halfweg bent in die zin, is je gesprekspartner al lang vergeten hoe die zin begonnen is, en jij misschien zelf ook. Dus als een zin die gewoon heel erg ingewikkeld is, waarvan het heel erg onwaarschijnlijk is dat je die ooit zou gebruiken. Maar verder is dat eigenlijk een. Een gewone, normale zin van het Nederlands. En zetten we daar dus ook geen speciaal tekentje voor. Dan komen we tot de vierde soort van rare zinnen. Man de ziet kinderen de. Dat is een hele rare zin. Je kan je afvragen of dat überhaupt nog een zin is van het Nederlands. Nu merk op, waarom is die raar? Die is niet raar omdat die een rare betekenis heeft. Ik denk dat ik kan zien wat de, betekenis, wat de bedoelde betekenis is van die zin, namelijk de man ziet de kinderen. Die is ook niet raar omdat die in het standaard Nederlands niet kan maar in de dialecten wel er is geen enkel dialect waarin ze zeggen man de ziet kinderen de die is ook niet raar omdat hij zo vreselijk ingewikkeld is of omdat ik geen context zou kunnen bedenken waarin ik deze zin zou willen gebruiken. Die is gewoon raar omdat hij de regels van het Nederlands schendt. Die is ongrammaticaal. Daar gaan we een sterretje voor zetten. He, vergelijk het een beetje met een schaakwedstrijd. Je kan bij het schaken heel rare zetten doen. He, je kan je koningin opofferen zonder dat je daar iets voor in ruil krijgt. Of je kan als openingsset een pion bewegen die anders nooit bewogen wordt. Dat zijn heel rare zetten, maar dat mag. He, daar is op zich niks mis mee. Maar als je een pion begint te bewegen, zoals een paard, of zoals een loper, of zoals een, een toren, dan ben je gewoon een ongrammaticale zet aan het doen. Dan ben je een zet in schaken aan het doen die niet volgens het reglement is, die niet volgens de regels is. Die zin in 28 die is niet volgens de regels. En als we nu teruggaan naar onze zinnen waar we daar net mee bezig waren, die slechte voorbeelden die waar een sterretje voor staat, die zijn ook niet volgens de regels. Als ik zeg, ik denk dat ik weet het antwoord weet. Dat is een zin die slecht is, niet omdat hij een rare betekenis heeft, niet omdat hij in sommige dialecten wel goed is, maar in het standaard Nederlands niet, niet omdat hij zo vreselijk ingewikkeld is, die volgt gewoon niet de regels van het Nederlands. Die is ongrammaticaal. En hetzelfde met ik denk dat ik waar Jan woont weet. Nu, als we wat hier staat even samenvatten, dan kunnen we daar dit schemaatje voor gebruiken. Ik denk dat ik puntje-puntje weet, puntje-puntje. We hebben twee plaatsen gecreëerd in de zin. En als ik een Naamwoordelijke constituent gebruik, dan kan ik die wel op de eerste plaats zetten. Ik denk dat ik het antwoord weet, maar niet op de tweede plaats. Ik denk dat ik weet het antwoord dat is niet goed. Maar als ik een zin neem, dan kan ik die wel op de tweede plaats zetten. Ik denk dat ik weet waar Jan woont, maar niet op de eerste plaats. Ik denk dat ik waar Jan woont weet. Ik heb zelfs moeite om het uit te spreken, dat is niet goed. Nu ga ik natuurlijk terug naar onze hypotheses, want daar hadden we net gezegd, in hypothese 1 is welke gedichten een naamwoordelijke constituent, in hypothese 2 is welke gedichten een zin, want daar staat eigenlijk welke gedichten Emma gelezen heeft. Dus nu kunnen we terug naar onze test gaan en zien welke van die twee hypotheses de juiste voorspelling maakt. En dat doen we nu. Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik denk dat ik weet welke gedichten. Prima zin. Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik denk dat ik welke gedichten weet. Niet goed. Ik haal ons schematje er terug even bij. Die zegt, als je op de eerste plaats kan, kan staan en op de tweede niet, dan ben je een naamwoordelijke constituent. Als je op de tweede plaats kan staan en op de eerste niet, dan ben je een zin. Kijk wat er gebeurt met welke gedichten. Die kunnen op de tweede plaats staan, maar niet op de eerste plaats. Dit is dus een reden om te denken dat welke gedichten hier een zin is. Maar op welke manier kan welke gedichten een zin zijn als daar nog onzichtbare woorden aan toegevoegd worden? Laten we de conclusie er even bij halen. Dit was ons voorbeeld. Emma heeft een aantal gedichten gelezen, en ik weet welke gedichten. We hebben gezien dat die woordgroep welke gedichten zich gedraagt als een zin en niet als een aanwoordelijke constituent. Wat de woordvolgorde betreft, de plaats in de zin waar je kan staan, staat die op de plaats van de zinnen en niet op de plaats van de aanwoordelijke constituenten. Dat vormt indirecte evidentie voor de hypothese dat daar onzichtbare taal zit in, die, in dat voorbeeld in 34. En met andere woorden, dat dat voorbeeld beter er zo uitziet. Emma heeft een aantal gedichten gelezen en ik weet welke gedichten Emma gelezen heeft. Die woorden zijn daar, maar je hoort ze niet. Hoe weet ik dat die daar zijn? Omdat die ervoor zorgen dat welke gedichten een zin wordt. Dat was ons eerste... Geval van indirecte evidentie. We gaan nog een tweede geval zien, dat heeft alles te maken met wederkerende voornaamwoorden. Opnieuw, dat is een term die je misschien wel kent. Wederkerende voornaamwoorden dat zijn woorden als mezelf, jezelf, uzelf, zichzelf. Bijvoorbeeld in de zin Jan ziet zichzelf. Wat we gaan doen is, we gaan een definitie opstellen van uh, wederkerende voornaamwoorden, om goed te begrijpen hoe die in elkaar zitten, want dat zal nog niet zo makkelijk zijn. En dan gaan we met die definitie in gedachten terug naar onze twee hypotheses en zien welke verschillende voorspellingen die hypotheses maken. Dit is een eerste poging om te definiëren wat een wederkerend voornaamwoord is. Een wederkerend voornaamwoord is een voornaamwoord dat een verplicht antecedent heeft. Daar zit een, een lastig woord in, antecedent. Dat moeten we even precies maken. En ik ga dat precies definiëren door dat te vergelijken met een ander woord, namelijk referent. Die hangen samen, maar die zijn verschillend. Uh, laten we dit voorbeeld eens bekijken. Donald Trump denkt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. En het gaat me even over die hij die daarin staat. Die hij is ook een voornaamwoord. Een persoonlijk voornaamwoord, geen wederkerend, maar wel een voornaamwoord. In de meest normale betekenis van deze zin verwijst hij natuurlijk terug naar Donald Trump. Laat ik even precies maken wat dat betekent. Terugverwijzen naar Donald Trump. Die Donald Trump, dat is ook een naamwoordelijke constituent. Dat is een groep van woorden die bij elkaar hoort en waarvan de kern, en ik laat dan even in het midden of de kern hier de achternaam of de voornaam is, dat doet er niet toe, waarvan de kern een zelfstandig naamwoord is. Het zijn allebei zelfstandige naamwoorden. Dus die hij verwijst terug naar een naamwoordelijke constituent. Donald Trump. Maar er is natuurlijk ook de echte Donald Trump, de persoon in de werkelijkheid, die bestaat natuurlijk ook. En die hij verwijst natuurlijk ook naar die echte persoon in de werkelijkheid. Sterker nog, die naamwoordelijke constituent, Donald Trump, die verwijst ook naar die echte persoon in de werkelijkheid. En om een onderscheid te maken tussen de naamwoordelijke constituent, dus het stukje taal, zeg maar, de woorden Donald Trump en de persoon Donald Trump, hebben we twee verschillende termen bedacht. Het eerste is antecedent, Donald Trump de naamwoordelijke constituent. De woorden van de taal noemen we het antecedent en de persoon in de werkelijkheid noemen we de referent. Als we nu teruggaan naar onze definitie van wederkerend voornaamwoord, de eerste poging daarvan, je ziet dat we daar het woord antecedent gebruikt hebben. We zeggen dus dat zo'n wederkerend voornaamwoord een antecedent moet hebben, iets in de taal, eh, en niet een referent, niet per se of niet alleen maar een referent, iets in de werkelijkheid. Dat kunnen we testen, dat kunnen we duidelijk maken. Stel dat er iemand ligt te slapen en ik kom voorbij en ik wijs naar die persoon en ik probeer het volgende te zeggen, kijk daar, zichzelf slaapt. Dat is niet goed. Enfin, dat stukje kijk, daar is goed. Dat stukje zichzelf slaapt is niet goed. Maar op wat er hier aan de hand is, er is een referent. Het is duidelijk over welke persoon in de werkelijkheid het gaat. Maar er is geen antecedent, er is geen stukje taal waar hij zichzelf naar terug kan verwijzen. En in zo'n geval kan ik geen wederkerend voornaamwoord gebruiken. Merk op, ik kan wel een persoonlijk voornaamwoord gebruiken. Ik kan wel zeggen, kijk, daar, hij slaapt. Of die slaapt eventueel. Dus zo'n persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord, die kunnen wel een referent hebben zonder dat ze een antecedent hebben. Vandaar dus onze definitie, een wederkerend voornaamwoord, is een voornaamwoord dat verplicht een antecedent heeft. Nu, deze definitie is nog niet goed genoeg. Dat kan je laten zien door dit soort voorbeelden. Jan is moe, zichzelf wil gaan slapen. Dat is niet goed. Enfin, dat tweede stuk, zichzelf wil gaan slapen, is niet goed. Merk op die zichzelf, die heeft een antecedent. Er is een stukje taal, een naamwoordelijke constituent, Jan, waar hij zichzelf naar terug kan verwijzen. De bedoeling hier, de betekenis die ik wil uitdrukken is, Jan is moe, Jan wil gaan slapen. Maar dat kan ik niet doen met een wederkerend voornaamwoord. Waarom kan dat niet? Je voelt misschien al wat er aan de hand is, die Jan en die zichzelf, die staan te ver uit elkaar. Het is niet alleen zo dat zo'n wederkerend voornaamwoord een antecedent moet hebben, dat antecedent mag ook niet te ver weg zijn. Laten we onze definitie wat aanpassen om dat weer te geven, bijvoorbeeld op deze manier. We zeggen dat een wederkerend voornaamwoord is een voornaamwoord dat een verplicht antecedent heeft binnen dezelfde zin. En als ik dan terugga naar mijn slechte voorbeeld in 39, Jan is moe zichzelf wil gaan slapen. Zichzelf is een wederkerend voornaamwoord. Het heeft een antecedent, namelijk Jan, maar dat antecedent staat in een andere zin. Jan is moe is een zin, en zichzelf wil gaan slapen is een andere zin. En daarom is die tweede zin slecht. Dit is al beter, dit is onze tweede poging, maar het is nog niet goed genoeg. Dat kunnen we aan de hand van dit voorbeeld laten zien. Jan denkt dat ik zichzelf gezien heb. Ook dat is niet goed. Uh, nochtans, die zichzelf die zou als antecedent Jan moeten kunnen nemen. Uh, en die zin zou dan moeten betekenen. Jan denkt dat ik Jan gezien heb. Dat is de betekenis die we hier proberen uit te drukken met dat wederkerend voornaamwoord. <tus> Merk op. Uh, het voorbeeld in 40 voldoet perfect aan onze definitie die we daar gegeven hebben. Een wederkerend voornaamwoord, zichzelf, heeft een verplicht antecedent, namelijk Jan, en dat staat binnen dezelfde zin. Herinner je onze definitie van zin? Een onderwerp, een PV, en dan nog eventueel een onderwerp, een gezegde en eventueel nog extra elementen. Het onderwerp is Jan, het gezegde is denkt, en dan komt er nog een leidend voorwerp dat ik zichzelf gezien heb. He, opnieuw, wat is hier aan de hand? Je voelt het misschien al aan, de afstand is nog altijd te groot. He, een wederkerend voornaamwoord moet een antecedent hebben dat echt heel erg dichtbij staat. Laten we dat proberen in onze definitie te verwerken. Hier is onze derde poging. Een wederkerend voornaamwoord is een voornaamwoord dat een verplicht antecedent heeft in de kleinste zin die het voornaamwoord bevat. Wat bedoelen we daarmee? Laat ik het voorbeeld er terug bij halen. Jan denkt dat ik zichzelf gezien heb, herinner je dat er in dit voorbeeld twee zinnen zitten. Er zit een grote zin in, maar daar zit ook nog een kleinere zin in. Dit is de grote zin. Jan denkt dat ik zichzelf gezien heb. Dit is de kleinere zin dat ik zichzelf gezien heb. En Wat onze definitie nu zegt, is zo een voornaamwoord, een, sorry, een wederkerend voornaamwoord moet een verplicht antecedent hebben in de kleinste zin waar hij in zit. Nu, de kleinste zin waar zichzelf in zit, dat is dat ik zichzelf gezien heb. In die zin heeft zichzelf geen antecedent. Merk op, daar staat wel ik. Ik is een, een voornaamwoordelijke constituent. Maar ik is eerste persoon enkelvoud, zichzelf is derde persoon enkelvoud. Die, die kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Dus die zichzelf heeft geen antecedent in de kleinste zin waar hij in zit. En daardoor is die zin slecht. En we kunnen dat. We zitten op een goed spoor nu, we kunnen dat duidelijk maken door aan ons voorbeeld wat te gaan sleutelen en dan te zien hoe we het goed krijgen. Bijvoorbeeld, dit is een goede variant, die betekent natuurlijk iets anders, maar deze zin is wel goed, Jan denkt dat ik mezelf gezien heb. Opnieuw, dat ik mezelf gezien heb is de kleinste zin die mezelf bevat, mezelf is een wederkerend voornaamwoord en binnen die kleinste zin heeft mezelf ook een antecedent, namelijk ik. Ik is de eerste persoon, mezelf is de eerste persoon, dus die combineren met elkaar. En ook als ik ik en Jan van plaats verwissel, gaat het goed. Ik denk dat Jan zichzelf gezien heeft. Opnieuw, dat Jan zichzelf gezien heeft is de kleinste zin waar zichzelf in zit. In die kleinste zin heeft zichzelf ook een antecedent, namelijk Jan. Dus die zin is goed. Dus we zitten met deze definitie, hier gaan we het bij houden, zitten we op een goed spoor. Een wederkerend voornaamwoord is een voornaamwoord dat een verplicht antecedent heeft in de kleinste zin die het voornaamwoord bevat. Dat is wat we nodig hebben. Terug naar onze twee hypotheses. Hier staan ze nog eens. Herinner je, die eerste hypothese zegt: what you see is what you get. Onzichtbare taal bestaat niet. Die zin is gewoon wat hij is. De tweede hypothese zegt nee, daar zitten nog extra woorden in. Wat interessant is, is die extra woorden zorgen er ook voor dat we andere verwachtingen gaan hebben met betrekking tot wederkerende voornaamwoorden. Laat ik dat één voor één een eens bekijken. Hier is onze hypothese 1. Als ik me nu afvraag die welke gedichten. Wat is de kleinste zin waar die in zitten? Dan is dat in dit geval ik weet welke gedichten. Als ik zoek, wat is de kleinste zin, het kleinste, de kleinste combinatie van onderwerp, gezegde en extra materiaal waar ook welke gedichten in zitten? Dan is dat het stukje ik weet welke gedichten. In hypothese 2 zit dat anders. Wat is de kleinste zin waar welke gedichten in zitten? Dat is welke gedichten Emma gelezen heeft. Opnieuw, als we onze hypothese ernstig nemen, als we zeggen nee, daar zitten echt nog drie woorden met als enige rare eigenschap, met als, laat ik het anders beklemt, met als enige rare, rare eigenschap dat je ze niet kan zien, dan moeten die zich verder normaal gedragen. En dan is welke gedichten Emma gelezen heeft de kleinste zin waar welke gedichten in zit. Wat we nu gaan doen, is in die welke gedichten een wederkerend voornaamwoord stoppen. En dan kunnen we zien welke van die twee hypotheses de juiste voorspelling maakt. We gaan onze hypotheses toetsen. En dat doen we op deze manier. Emma heeft een aantal gedichten van Saartje gelezen, maar ik weet niet welke gedichten van zichzelf. Dat is een prima zin van het Nederlands. En we gaan eens zien welke van de twee hypotheses kan voorspellen dat dat een prima zin is van het Nederlands. We beginnen met hypothese 1. Hier staat ons voorbeeld. Herinner je? Geen onzichtbare taal. Dus dit is gewoon wat er is. Die zichzelf is een wederkerend voornaamwoord. Van wederkerende voornaamwoorden hebben we net gezien dat die een antecedent moeten hebben in de kleinste zin die het voornaamwoord bevat. De kleinste zin die zichzelf bevat, is Ik weet niet welke gedichten van zichzelf. Dat is de kleinste zin waar die zichzelf in zit. Binnen die kleinste zin moet uh, zichzelf dus een antecedent hebben. Maar merk op, Ik weet niet welke gedichten van zichzelf. Daar zit geen antecedent in. Daar zit een ik in, maar ik is eerste persoon en zichzelf is derde persoon, dus dat gaat niet samen. Dus die zin bevat geen antecedent voor zichzelf. Dat wil zeggen dat hypothese 1 voorspelt dat die zin ongrammaticaal is. Die zou niet goed moeten zijn, want zichzelf is een wederkerend voornaamwoord zonder antecedent. En we weten, als je een wederkerend voornaamwoord zonder antecedent gebruikt, dan gaat de zin fout. Maar die zin is prima. Dus hypothese 1 maakt de verkeerde voorspelling. Over naar hypothese 2, wat zegt die? Herinner je? Daar zit onzichtbare structuur bij, namelijk Emma gelezen heeft zit daar nog in. Uh, zichzelf is nog steeds een wederkerend voornaamwoord. Wederkerende voornaamwoorden moeten nog steeds een antecedent hebben in de kleinste zin die het voornaamwoord bevat. Maar de kleinste zin die zichzelf bevat is in dit geval welke gedichten van zichzelf Emma gelezen heeft. Dat is de kleinste zin waar zichzelf in zit. En in die kleinste zin zit wel degelijk een antecedent voor zichzelf, namelijk Emma. Emma is het antecedent voor zichzelf. We voorspellen dus dat die zin grammaticaal zal zijn en die is ook grammaticaal. Met andere woorden, hypothese twee maakt de correcte voorspelling. Wat concluderen we daaruit? Wel, dit is het voorbeeld waar we van vertrokken waren. Emma heeft een aantal gedichten van Saartje gelezen, maar ik weet niet welke gedichten van zichzelf. We hebben gezien dat het feit dat je daar zichzelf kan gebruiken, betekent dat er een antecedent moet zijn voor die zichzelf in de kleinste zin die zichzelf bevat. Dat is wat wederkerende voornaamwoorden doen, wat wederkerende voornaamwoorden zijn. Die minimale zin, die kleinste zin, die is er enkel als we zeggen dat er onzichtbare taal zit in 51, als we die zin aanvullen tot welke gedichten van zichzelf Emma gelezen heeft. We hebben dus een tweede geval gezien van indirecte evidentie voor het bestaan van onzichtbare taal. Het wordt ziel aan tijd om af te ronden. Laten we onze algemene conclusies er eens bij halen. Je zou kunnen zeggen: wat is onze eerste grote algemene conclusie? Onzichtbare taal bestaat. Dat is eigenlijk iets te kort door de bocht. Zo werkt wetenschap niet. Wat we gedaan hebben, is twee argumenten gegeven ter ondersteuning van een hypothese. Daaruit volgt nog niet onmiddellijk dat die hypothese waar is. Daaruit volgt dat we iets meer vertrouwen hebben in de waarheid van die hypothese. Dat is vergelijkbaar terug met onze onzichtbare professor. Stel dat je daartegen spreekt en die antwoordt. Stel dat je vraagt, til dit flesje op en het flesje beweegt. Geloof je dan onmiddellijk dat er onzichtbare mensen bestaan? Misschien niet. Maar je moet wel toegeven dat je vertrouwen in de hypothese iets sterker is geworden. Je hebt iets meer vertrouwen in, het feit dat, of in de hypothese dat hier een persoon staat of dat hier toch iets aan de hand is, eerder dan gewoon lucht. Onze tweede, hypothese, onze tweede conclusie liever, is eigenlijk de belangrijkste. Soms moet je gebruik maken van indirecte evidentie om de eigenschappen van je onderzoeksobject te bestuderen. Uh, De hypothese die we opgesteld hebben, hypothese 2, is een heel abstracte hypothese. Die zegt dat er onzichtbare woorden zijn in taal. Op het eerste gezicht lijkt dat een, een gekke, malle, heel tegenintuitieve idee. En die sluit meteen een heleboel uh, manieren om dat te gaan onderzoeken uit. Je kan er niet naar kijken, je kan er niet naar luisteren, je kan het niet uitspreken. Dus je moet omwegen vinden, je moet indirecte evidentie vinden om uit te komen bij of je hypothese op het goede spoor zit of niet. Hoe moet het nu verder? Wat duidelijk zou moeten zijn, is dat we hebben maar het topje van de ijsberg hebben bekeken. Hier. Onderzoek is eindeloos. Ieder onderzoek roept weer nieuw onderzoek op. Iedere onderzoeksvraag roept weer nieuwe onderzoeksvragen op. En ik wil jullie een aantal voorbeelden geven van vragen die je zou kunnen stellen op basis van wat we vandaag gezien hebben. Uh, nieuwe onderzoeksvraag. De eerste, natuurlijk, de meest voor de hand liggende: is er nog onzichtbare taal? He, ik heb jullie één of twee voorbeeldjes gegeven waarvan ik beargumenteerd heb dat er redenen zijn om te denken dat daar onzichtbare woorden zitten. Zijn er nog gevallen van onzichtbare woorden in het Nederlands of in andere talen? En kunnen we ook in die gevallen indirecte evidentie bedenken ter ondersteuning van de hypothese dat daar onzichtbare woorden zitten? He, laat ik jullie één voorbeeldje geven. Als ik vraag: wat heeft Gertje gebakken? En iemand antwoordt: een taart. Opnieuw, die persoon bedoelt eigenlijk meer dan hij uitspreekt. Want die persoon bedoelt... Gertje heeft een taart gebakken. Die bedoelt een hele zin, maar die spreekt enkel een naamwoordelijke constituent uit. Dus opnieuw zou dit een geval kunnen zijn van onzichtbare taal. Opnieuw zou dit een geval kunnen zijn waar je op zoek kan gaan naar indirecte evidentie. Een andere vraag die bijvoorbeeld wordt opgeroepen heeft te maken met het onderscheid tussen naamwoordelijke constituenten en zinnen. Herinner je dat die op verschillende plaatsen stonden in de zin, in de woordvolgorde? Een naamwoordelijke constituent was wel goed op de eerste plek, maar niet op de tweede. En een zin was wel goed op de tweede plek, maar niet op de eerste. Nu blijkt dat er ook woordgroepen zijn die op beide plekken gelukkig zijn. He, bijvoorbeeld, hij heeft wat hij bestelde meteen betaald. Hij heeft meteen betaald wat hij bestelde. Dat zijn allebei goede zinnen van het Nederlands. Wat betekent dat voor dat stukje wat hij bestelde? Is dat dan tegelijkertijd een zin en een aanwoordelijke constituent? Dat zijn vragen die door dit soort voorbeelden opgeroepen worden. En ook die wederkerende voornaamwoorden roepen nog vragen op. We hebben gezien dat die heel specifiek zijn in wat ze allemaal toestaan, welke contexten ze kunnen voorkomen. Maar ook daar zijn we nog niet tot op het bot gegaan. Er zijn nog beperkingen op wederkerende voornaamwoorden die nog niet in onze definitie zitten. Bijvoorbeeld als we deze zin bekijken. Jans vader ziet zichzelf. We denken na over wat die zin enerzijds betekent, maar anderzijds ook... Niet betekent. Wat die betekent is dat Jans vader Jans vader ziet. Jans vader kijkt in de spiegel of is naar een videoopname aan het kijken en, en ziet zichzelf. Wat die zin niet kan betekenen, is dat Jans vader Jan ziet. Jans vader ziet zichzelf, kan niet betekenen Jans vader ziet Jan. Nu, de vraag is: waarom is dat zo? Want volgens onze definitie zou dat wel moeten kunnen. Herinner je zichzelf is een wederkerend voornaamwoord. De kleinste zin die zichzelf bevat, is Jans vader ziet zichzelf. Binnen die kleinste zin zit een mogelijk antecedent, namelijk Jan. Waarom betekent die zin dan niet Jans vader ziet Jan? Dus dat is nog een voorbeeld van een nieuwe onderzoeksvraag die wordt opgeroepen door dit college. Maar we zijn nu bij het einde aanbeland. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie aandacht en ik hoop jullie in de toekomst op een echt college te mogen verwelkomen.